We zijn heel blij dat we dit gebouw hebben mogen transformeren. We hebben in opdracht van Fole Rijs gedaan, de ontwikkelaar. Eindhoven is echt in ontwikkeling. Het is een levendige stad waar veel nieuwe programma's naartoe komen. Veel meer wonen in de binnenstad. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd. Wat we gedaan hebben, de essentie is dat een oud kantoorgebouw getransformeerd is naar wonen en een hotel met in de top een restaurant waar je heel lekker kunt eten en een skybar. De essentie daarin is dat we de puien hebben vervangen. Het was voorheen een introvert gebouw, weliswaar groen, maar de relatie binnen-buiten was niet heel sterk. We hebben er een transparant gebouw van willen maken. Dat hebben we gedaan met de Reinaerts puien, kozijnen, die heel mooi naar buiten opendraaien. De toren was altijd groen, vandaar de naam Groene Toren. Alleen de puien waren vrij gesloten. Er waren vrij kleine horizontale ramen in. En wat we gedaan hebben is de oude puien eruit gehaald en nieuwe puien erin gezet, die volledig van glas zijn. Weliswaar de kleur hebben we weer overgenomen. Het glas is groen. In de massa gekleurd glas, wat toch een hele bijzondere uitstraling heeft. Je ziet dat van binnenuit, ervaar je dat niet of nauwelijks. En de kozijnen zelf hebben we zo ontwikkeld samen met Reinaerts dat de puien heel mooi in één keer naar buiten toe open te draaien zijn, waardoor je veel licht en lucht in de hotelkamers, de kamers en ook in het restaurant binnenkrijgt.